Welkom Maria. Dank je wel. Je bent bijzonder hoogleraar op het thema gezondheidsverschillen en persoonsgerichte integrale eerste lijn zorg aan de Radboud Universiteit. Je werkt daarnaast als straatdokter en je bent verbonden aan VAROS. We hebben nu ongeveer 25 minuten om in gesprek te gaan over wat persoonsgerichte zorg en sensitieve zorg voor jou betekent. En daarna is er nog gelegenheid om vragen aan jou te stellen. In onze trainingen over sensitief werken en echt contact maken, geven onze trainers vaak het voorbeeld van Tante S, een personage van Jurgen Rijman, die zijn interviews altijd begint met: wie is je vader, wie is je moeder? Dus Maria, wie is je vader, wie is je moeder? Ja, leuke vraag. Zeker nadat ik die prachtige film daar straks gezien had, dacht ik inderdaad, oh, wat maakt het toch uit waar je ter wereld komt, wie je vader en je moeder zijn. En tegelijkertijd, hoe vaak kan het fantastisch gaan, ook al zijn die omstandigheden zo anders. Mijn vader en moeder waren, mijn moeder is overleden, de eerste in hun gezin die mochten gaan studeren. Dus ze waren hoog opgeleid, maar begonnen met eigenlijk geen cent nadat ze afgestudeerd waren. Ik had een heel liefdevol gezin, maar mijn moeder was, zoals mijn vader zei, een echte intellectueel. Dat betekent dat ze niet kon koken, niet kon strijken, niet kon wassen. De halve tijd vergat wat de praktische dingen waren, maar wel geweldig kon voorlezen, spelletjes doen. En van huis uit hebben we ook heel erg een maatschappelijke betrokkenheid meegekregen. Dat je je moet bekommeren om andere mensen. En met dat verhaal van Michaela uit het filmpje in gedachten dacht ik, ja, zo was het toen. In de tijd dat mijn moeder kinderen kreeg, in de jaren 50 en 60, ook heel afstandelijk als je uit een beetje een hoger opgeleid milieu kwam. Dus ja. Mijn moeder die beviel in een kraamkliniek, ook al had ze geen medische indicatie. En daar bleef ze 10 dagen met het kind. En ik herinner mij van mijn jongste zusje dat wij dan het babytje alleen mochten zien door een glazen wand. En die lag in een rij bedjes met allemaal andere babytjes. Dus eigenlijk veel afstandelijker dan dat ik het zelf fijn heb gevonden bij mijn kinderen. Ja, ja, wat een verschil, hè? Ja. Hey, en is er een casus die voor jou goed laat zien in jouw werk, ook als straatdokter, waarom die eerste 1000 dagen nou zo belangrijk zijn? Ja, ik moest er heel erg aan denken toen ik afgelopen woensdag Marco zag. Marco kwam voor het eerst bij ons op het spreekuur. Dat is een spreekuur voor dakloze mensen. En net als heel veel jonge mannen die ik daar zie, kwam hij heel geagiteerd, wantrouwig binnen. En toen ik hem wat vroeg om te vertellen over zichzelf, om hem te leren kennen, vertelde hij dat hij in een vreselijk adoptiegezin was opgevoed. En meteen gooide hij er al uit dat die hoer van zijn moeder hem in de steek had gelaten. Nou, veel verdriet omgezet in agressie naar hoe zijn opvoeding was geweest. Hij was dus na de geboorte afgestaan door zijn biologische moeder, die waarschijnlijk in moeilijke omstandigheden leefde. Mm. Hij kwam toen op de adoptiegezin waar hij vond dat hij ook niet fijn is opgevangen. Hij heeft last van ADHD, hij heeft veel lichamelijke klachten. Typisch die dingen die je ziet als een kind eigenlijk verwaarloosd is, emotioneel verwaarloosd is in die eerste 1000 dagen. En dat is echt hartbrekend, want bijna al die jongens die ik zie, al die mannen, die zijn opgevoed of in een adoptiegezin of in een jeugdinstelling en hebben juist die gehechtheid en verbondenheid gemist. Ja, want als je daar nu op terugkijkt, wat had er dan beter gekund met de kennis van nu? Dat is natuurlijk altijd verschrikkelijk moeilijk. Ik denk wat je had gehoopt is dat zijn moeder al in de zwangerschap, eigenlijk liefst misschien voor die zwangerschap, maar in de zwangerschap echt aandacht had gekregen voor haar sociale en psychische problemen. En wat zij zou gaan doen in onze breakout room, hoe heet dat? Ja, ja. Zo. Goed. Was daar net ook iemand die vertelde hoe soms nog steeds de zorg voor een zwangere en de bevalling ophoudt op het moment dat er dan een gezond kindje is geboren, maar niet al van tevoren naar wordt gedacht, ja, en hoe moet dat nou verder? Waar gaat het kind opgroeien? Dat had denk ik beter gekund. En ik had natuurlijk gehoopt dat er in zijn vroege jeugd ook echt naar hem gekeken was. Dat hij echt het gevoel had gehad, ik word gezien en gehoord. Want daar gaat het vooral meestal mis. Ja, ja, mooi. Met voorzorg in de tijdmachine, zei je. Ja. Hey, en wat heb je geleerd van de verhalen van de daklozen waar je veel mee werkt? Ja, nou eigenlijk in het algemeen zie je dus dat ongunstige omstandigheden in de vroege jeugd echt heel vaak leiden tot ernstige problemen later.
psychische problemen. We weten dat je dan veel vaker ADHD, autisme krijgt. Ook veel meer lichamelijke problemen. Astma, suikerziekte komen veel vaker voor bij mensen die als kind dat hebben meegemaakt. Ja. En je ziet dat, wat ik ervan leer, is vooral dat je moet aansluiten bij wat op dat moment dat die patiënt dan in dit geval bij mij bij jou zit, nodig heeft. En wat ik daar vooral van geleerd heb, is dat heel vaak de behoeften die je als vanuit de medische invalshoek, dus als arts, denkt te zien. Dus dan denk ik, oh, dit is vooral belangrijk dat hij van die drugs afraakt of dat hij nu goede medicijnen voor de hoge bloeddruk krijgt. Dat heel anders kan zijn dan de behoefte van de persoon zelf. Die veel vaker op een meer omgevingsterrein ligt. Dus ik weet inmiddels dat bijna altijd voor de meeste daklozen is hun eerste behoefte natuurlijk onderdak. Dat spreekt nog voor zelf, maar ook financiële zekerheid. Ja. En een maatje om mee te sparren. Dus helemaal niet zozeer die medische behandeling, maar veel meer de ondersteuning, begeleiding en jezelf je leven weer op poten krijgen. Ja, en dat is denk ik een mooi bruggetje naar sensitieve zorg, want dat is denk ik een manier om daar achter te komen. Wat betekent sensitief werken voor jou? Ja, sensitief, ik vind het een mooie term. Tot nu toe gebruikte ik vooral de term persoonsgericht. Maar eigenlijk het mooie van sensitief vind ik dat het echt gaat om voelen. Aanvoelen wat voor die ander belangrijk is. Ook een beetje aanvoelen, hoe is het met hem vandaag? Soms zie je al aan iemand die je spreekkamer binnenkomt dat hij heel blij is. Of juist verdrietig of gespannen. Dat je daar ook op reflecteert. En ook werd ook in die breakout room genoemd, ook sensitief, ook voor jezelf. Dus jij bent niet een soort onafhankelijk, altijd neutraal persoon die daar wat zorg zit uit te delen. Maar die protocollen zit uit te voeren. Nee, het raakt jou ook. Ja. En dat mag. En daar mag je ook zelfs ook gebruik van maken in je zorg. En dat betekent ook dus kijken naar wat die persoon nodig heeft. Aansluiten bij de vaardigheden, kennis en behoeften van die persoon. En dus ook altijd breder dan alleen dat medische domein. Altijd vragen naar bijvoorbeeld schaamtevolle gebeurtenissen. Zoals armoede, niet kunnen lezen en schrijven. Seksueel misbruik. Dingen die mensen niet uit zichzelf noemen, maar die wel heel belangrijk zijn. Ja. En weten wat je daar dan ook in te bieden hebt. Mooi. Hey, en er is gelukkig steeds meer aandacht voor aspecten als cultuur en geletterdheid. Je noemde een aantal dingen al eventjes. Waarom zijn dat ook in de contact met de mensen van die belangrijke onderwerpen om daar goed mee om te gaan? Ja, wat betreft cultuur is het natuurlijk een van de belangrijke kenmerken van wie je bent. Hè? Zoals KV prachtig in dat filmpje ook weergaf hoe in de cultuur waarin hij is opgegroeid, met 18 broers en zussen opgroeit. Dat de hele familie zich om je heen vormt als een beschermende groep. Vergeleken met die cultuur waarin je juist door een particulier verpleegkundige wordt opgegroeid. Die verschillen tussen collectivistisch en individueel is heel belangrijk om daar enige weet van te hebben. Het heeft gelukkig helemaal geen zin. Het is niet nodig dat je heel cultuurspecifieke dingen weet. Dat je kennis hebt van de Marokkaanse bevallingsrituelen. Hartstikke interessant om naar te vragen. Mm-hmm. Maar het is maar helemaal de vraag of jouw patiënt die ook belangrijk vond en kende. Dus in grote lijnen moet je iets weten van cultuurverschillen. Het belang van familie, dat de hele gemeenschap meetelt. Maar het gaat er altijd om dat je vraagt wat is voor die persoon belangrijk. En je moet ook niet denken dat dat alleen maar te maken heeft met mensen met een migratieachtergrond. Als ik naar mezelf kijk, ik kom van het Brabantse platteland. Daar zijn heel veel dingen zoals het belang van de familie. En dat je echt niet op je eentje beslist over wat er gebeurt. Maar dat iedereen zich daarmee bemoeit. Mm-hmm. Net zo belangrijk als wat ik in veel migrantenfamilies terugkom. Dus vragen naar, alleen dan kun je het weten en sluit erbij aan. Geletterdheid, dat spreekt eigenlijk voor zich. Als we ons realiseren dat 20% van de Nederlandse bevolking, bijna 18%, laaggeletterd is. Dus zoveel moeite heeft met lezen en schrijven dat ze eigenlijk daardoor gehinderd worden in hun hele bestaan. En we weten dan hoe vaak wij vragen aan mensen vragenlijsten in te vullen. Een formulier te lezen of te tekenen. Een geboorteplan op te stellen wat heel talig is. Mm-hmm. Al die dingen, dan snap je dat moeite hebben met lezen en schrijven je enorm hindert in je toegang tot zorg, zoals het je al eerder hindert natuurlijk om formulieren te begrijpen van de gemeente en dergelijke.
Niet alleen is dus 20% ongeveer laaggeletterd, maar nog veel meer mensen, of een derde van onze bevolking heeft, als ze in de gezondheidszorg iets willen weten, moeite om die informatie te krijgen of toe te passen. En dat zijn juist ook de mensen die we dus moeten helpen om de informatie te vinden en te begrijpen waar zij behoefte aan hebben, op zo'n manier dat ze er ook iets mee kunnen. Ja. Daarom moet je in je communicatie natuurlijk altijd daar rekening mee houden. En een mooie manier om dat te doen, volgens mij vertellen wij vaak, is de terugvraagmethode. Kun je eens vertellen wat dat is en hoe jij die toepast, praktisch? Ja, kijk, omdat we weten dat ook als je, het maakt niet uit, hè, we weten dat ongeveer van alles wat een dokter of een verpleegkundige vertelt, wordt maar een heel klein beetje onthouden. Ja. Dat geldt voor ons allemaal als we in de spreekkamer ergens zitten. Om dus te weten of degene tegenover jou heeft begrepen wat jij bedoelt. He, als je iets uitlegt over hoe ze pillen in moeten nemen of hoe ze met hun kindje om moeten gaan. Dan de enige manier om dat zeker te weten is om te vragen wat die persoon begrepen heeft. En dat noemen we dan de terugvraagmethode. Nou, wat ik zelf vaak vraag is, dat ligt een beetje aan natuurlijk waar het over gaat. Maar bijvoorbeeld als ik iets ingewikkelds heb uitgelegd over pillen innemen, dan zeg ik van nou, we hebben heel veel besproken. En ik heb je heel veel verteld, maar ik wil heel graag weten of ik dat een beetje duidelijk heb uitgelegd. Dus wil jij me nou vertellen wat je morgen gaat doen als je naar de apotheek bent geweest? Of ik vraag, wil jij vertellen wat we net besproken hebben? Ja. En het leuke is, vaak denk je eerst als hulpverlener, oh, dat is een stomme vraag, want dat lijkt net of je iemand overhoort. Ja. Maar mensen vinden dat fijn. Want het is voor hunzelf ook een check van, hey, hebben we hetzelfde begrepen? Helaas moet ik erbij zeggen, heel vaak blijkt dus ook dat het niet helemaal duidelijk was. Sterker nog, nogal eens blijkt dat het echt helemaal niet duidelijk was. Maar dan kan je samen, stukje voor stukje, bespreken. Oké, nee, maar ik bedoelde eigenlijk niet dat je 2 dagen die pillen zou nemen. Ik bedoelde 2 maaldaags. Dat betekent dat ik bedoel dat je graag elke dag 2 pillen neemt. Ja, om een voorbeeld te geven. En daarmee bouw je dus ook eigenlijk een soort van instant verbeterslag, zeg maar, op je eigen communicatie ja, in. Ja, precies, want daar leer je de volgende keer van. Want ik heb zo al ontzettend vaak geleerd welke woorden lastig zijn, welke typisch medisch zijn en die echt niet begrepen worden door andere mensen. Ook al denk ik dat ik eenvoudig spreek. Ja. En ik heb ook heel erg van mijn patiënten geleerd, door sommigen die dat, bijvoorbeeld die Marco, die zei dat ook echt tegen mezelf, niet invullen voor een ander. Dus op het moment dat ik tegen hem zei, oh, je wilt zeker dat ik het naar die en die apotheek stuur, het receptje, dat hij zei, nee, waarom zou ik dat willen? Nou zeg ik, ja, maar dat is hier toch vlakbij. Ja, zei hij, maar ik wil liever het gewoon naar de apotheek waarom ik het altijd al kreeg. Ja, ja, precies. Nooit invullen voor een ander, altijd vragen. Hey, en dus dat is hoe jij rondom die terugvraagmethode en rondom geletterdheid dat praktisch doet. Heb je nog meer praktische tips over hoe jij sensitieve zorg dagelijks vormgeeft? Ja, ik denk dat het bijvoorbeeld begint met even een persoonlijke opmerking of vraag over iets anders dan van wat kan ik voor je vandaag doen of hoe is het met je. Maar meer bijvoorbeeld als je weet van de vorige keer, ik noem maar iets, dat iemand bezig was om een nieuwe fiets te kopen. Dat je dan zegt, en is het nog gelukt? Heb je een leuke fiets gevonden? Of als iemand binnenkomt en die ziet er heel gestrest uit, dat ik dan zeg van, je ziet er nogal gestrest uit. Is er iets? Wil je erover praten? Mm-hmm. Soms een grapje maken over, nu met al die maatregelen natuurlijk met corona, waar ik het onhandig in doe. Dus iets persoonlijks begin je net mee. Leuke broche. Ja, mooi hè? Kijk, dat is inderdaad bijvoorbeeld ook eens een ander verhaal. Maar dank je. Een ander belangrijk ding is dat je niet mensen beschuldigend aanspreekt op zaken waarvan jij denkt, oh, dit zou anders moeten. Ja. In mijn geval zie ik heel veel mensen die roken. Dat is natuurlijk niet gezond. Mijn ervaring is dat het niet goed werkt als je daar meteen iets over zegt. Maar dat als je er niks over zegt, maar wel het altijd een vraag inbouwt van, heb je nog een idee wat je zelf nog zou kunnen doen om minder last hiervan te krijgen? Heel vaak mensen zelf zeggen, stoppen met roken en dan komt het toch wel boven. Ander heel belangrijk ding hiermee samenhangt is dat je altijd positief moet bekrachtigen. Altijd zoeken naar datgene wat goed gegaan is en daar een compliment over geven. Want juist de mensen waar we het nu over hebben, die hebben de ervaring dat bijna altijd alles misloopt in hun leven. En ze weten heel goed ook het als ze dingen niet zo goed doen. Mensen weten dat ze niet moeten roken, weten dat ze hun kind niet moeten slaan, weten
je weet het wel. Dat hoeft een ander niet te zeggen. Maar het helpt als je de kracht lijkt te vinden om het beter te doen. En dan helpt het als je zegt, oh, wat fijn dat je toch gekomen bent. Want ik weet dat je het hartstikke lastig vindt om hier te komen. Prima, we gaan samen kijken wat we verder kunnen doen. Ja, mooi. We hebben het dan nu even over cultuur en laaggeletterdheid specifiek gehad. Je noemde net ook al even, iemand komt binnen met stress, dat je dat benoemt. Want dat is denk ik een hele belangrijke, ook wat nieuwere onderdeel van dat sensitief werken. Hè? Dat stresssensitief. Ja. Kun je daar iets over vertellen? Ja, we weten inmiddels heel goed dat chronische stress enorm ziekmakend is. Dat daardoor mensen dus bijvoorbeeld minder kans hebben om vruchtbaar te zijn, chronische ziektes krijgen. Maar bovendien dat het een effect heeft op het voorste deel van je hersenen. Dat deel waarmee we leren om verstandige, lange termijn beslissingen te nemen en om onze impulsen onder druk te houden, zeg maar. Ja. En door stress wordt die functie minder. Dat betekent dat mensen veel korter lontjes hebben. Dat kennen we allemaal. Snel boos worden, ongeduldig als ze moeten wachten. Dat mensen niet goed kunnen focussen. Dat mensen geneigd zijn om maar even de snelle uitweg te zoeken. We kunnen daar in onze benadering heel wat aan doen. Natuurlijk moet je proberen die bronnen van stress weg te nemen, maar dat is natuurlijk niet iets wat snel gaat. We kunnen mensen naar allerlei stressverminderende activiteiten verwijzen. Mindfulness, er zijn allerlei andere ook betaalbare manieren waarop je minder stress kunt hebben. Maar het allerbelangrijkste is dat je in je contact zelf zorgt dat je die stress wegneemt. Ja, ja, ja. Dat betekent dus iets langzamer praten dan ik nu doe. Heel goed. Een beetje rust inbouwen. Mensen de tijd geven. Mensen komen overhaast binnen, chaotisch, zoeken papieren. Laat ze even rustig. Doe niet gehaast. Als ze niet op een naam kunnen komen van ja, ik heb toen dat en dat. Zeg, nou, geef niks, we hebben alle tijd. Doe het rustig. Geef mensen die indruk, ook al zit je zelf op hete kolen, dat ze alle tijd hebben. Ja, mooi. Dat is heel belangrijk. Hey, en zoals jij er steeds over praat, over hoe je dat doet, dan lijkt het net alsof het je heel natuurlijk afgaat. Is dat altijd zo geweest in je contact met zulke diverse mensen om daar dan zo ontspannen in te bewegen? Ik denk in de basis dat het wel iets is wat heel erg bij mij past. Ik voelde mij bijzonder ongelukkig tijdens mijn opleiding in het ziekenhuis. Waar je in die tijd hebt dan over begin 80 jaren. Dat je echt geleerd werd afstand te houden. Nooit iets van jezelf zeggen. Nou, daar voelde ik me helemaal niet fijn bij. Dus toen ik huisarts werd, kon ik meteen dat anders doen. Je eigen ding doen. Ja. En het is dus ik denk die echte belangstelling voor mensen. Ik ben gewoon heel nieuwsgierig naar hoe het met mensen gaat. En het leuk vinden om contact te maken. En breed te hebben over van alles en nog wat. Dat heb ik altijd wel gehad. Wat wel natuurlijk als je begint lastig is. Is dat je vooral ook heel erg bang bent dat je iets fout doet. En in mijn tijd had je nog niet al die protocollen toen ik net begon en standaarden. Dus dat was iets minder een keurslijf dan ik merk dat nu heel veel jonge professionals in zitten. Maar ik was natuurlijk ook bang om dingen te missen. En ik was ook bang om te weten waar is nou de... Ik moet hier toch een beetje boven staan. Ik werd meestal nog gezien als de pedicure of de doktersassistent. Want ik was een van de eerste vrouwelijke huisartsen. Dus een andere tijd, ik moest er echt een beetje ook wel positie nemen. Ik merk wel dat naarmate ik ouder ben geworden, het me nog veel makkelijker afgaat. En dat, wat Marjolein daarnet ook al zei, het juist ontzettend goed kan werken. Als je bijvoorbeeld iets over je eigen situatie, over je eigen kinderen vertelt. Waarbij je natuurlijk wel altijd kiest wat je vertelt. Hè? Want we hebben het over sensitief aansluiten bij de behoeften van de patiënt. Maar jij bent wel de deskundige. Ja. En die deskundigheid, daar mag je trots op zijn. Die mag je inzetten. Dus je kunt heel goed iets over je eigen kinderen vertellen. Maar jij kiest wel wat je vertelt. En dingen waarvan je denkt, daar heb je niks mee te maken, die vertel je natuurlijk niet. Nee, dus die drempel van dat je het niet goed weet. En dan natuurlijk de tijd. Dat is ook altijd wel een drempel. Die maken wel dat het soms moeilijker is om zo'n benadering te kiezen. Ja. En als laatste vraag. Je maakt best wel heftige verhalen mee elke dag. Hoe ga je daarmee om? Ja, dat is denk ik een heel goed iets dat je zegt. Want juist ook als we het steeds meer als onze taak zien om ook bijvoorbeeld echt juist te proberen te zien
wat zijn bedreigende factoren voor een kind. En echt willen, oog willen hebben voor de vaak erbarmelijke omstandigheden waarin mensen leven. Zowel materieel, maar natuurlijk vaak nog veel meer emotioneel. Dat snijdt je echt door de ziel vaak. En zeker als ik dat zie bij kinderen. Ik heb ook veel bevallingen gedaan vroeger en natuurlijk veel kindjes op het spreekuur gezien. Ach, verschrikkelijk. Dan wil je zo'n meisje in huis nemen als je ziet dat het niet goed met ze gaat. En dat kan natuurlijk niet. Want je houdt het alleen maar vol als je het ook los kan laten. En wat mij daar heel erg bij helpt, is het besef ten eerste dat je niet de redder van de wereld bent. Het is ook een beetje hoogmoedig om te denken dat het allemaal van jou af zal hangen. Dat is niet zo. Je loopt een klein stukje mee met mensen. Je kunt mensen zeker een positief gevoel geven. Je kan helpen, maar jij kan het niet de wereld redden. Ja. Kijk altijd naar wat er positief is aan iemand. Dat is er altijd. Iemand heeft altijd een leuke kant. En ook aan wat er wel lukt. En blijf gewoon mensen een tweede en een derde en een vierde kans geven. En jezelf ook. Hè? Dus als je het verkloot hebt in een consult, wat me regelmatig gebeurt. Het is altijd mogelijk om iemand op te bellen en te zeggen van sorry, ik had het gevoel dat we het helemaal niet op een goede manier besproken hebben. Vind je het goed? Kan ik er langskomen om nog eens even over te praten? En mensen vinden het altijd goed. Mensen zijn ongelooflijk vergevingsgezind, is mij gewerkt. Dus fouten maak je niet zo snel. Dus wees ook overtuigd van wat je zelf te bieden hebt. We weten allemaal heel veel met elkaar. En als je je inzet voor een patiënt, is dat alleen al iets wat een patiënt voelt en waar die enorm door gesteund wordt. Want misschien ben jij wel de enige die tot nu toe zo is iets positiefs betekent. En besef ook, het is toch niet in onze hand hoe het uiteindelijk allemaal gaat met mensen. Ja, nou mooi. Dat lijkt me een mooie conclusie van het gesprek. Dank je wel. Nou ja, we hebben nog even tijd voor een nagesprekje, Maria. We hadden het net ook al even, terwijl iedereen in die breakout room zat, over hoe de tijd nou veranderd is. Als je nu kijkt naar 40 jaar geleden en ook wel de aandacht die er is voor dit thema en de attitude van professionals, wat vind je nou de grootste verschillen? Nou, ik vind wel dat er echt veel verbeterd is. Om een voorbeeld te noemen, in mijn opleiding heb ik nooit iets over gesprekstechnieken of over communicatie geleerd. En was het Het medisch model nog veel sterker, met ook een sterke autoritaire verhouding tussen arts en patiënt. En ik denk dat nu de aandacht voor dat persoonsgerichte of dat sensitieve al veel groter is. Ik hoorde straks ook dat bijvoorbeeld de GIS natuurlijk al steeds vaker ingevoerd wordt in de zorg, waar je samen kijkt naar de behoeften van ouders. Tegelijkertijd, dus dat vind ik een grote vooruitgang. Ik denk dat we echt veel meer aandacht hiervoor krijgen, zeker de laatste jaren. Wat wel het juist weer moeilijker maakt, is dat we ook vergeleken met 40 jaar geleden veel meer nadruk op protocollen hebben gekregen. En dat de continuïteit in persoon van de zorg ook minder is. Ja. Het is namelijk voor het opbouwen van zo'n vertrouwensband, wat eigenlijk de kern is van elke effectieve relatie tussen een hulpverlener en een cliënt, wel heel belangrijk dat hij jou leert kennen, jou als persoon. En dat is dus niet inwisselbaar voor jouw collega. Ja. Daarom dat het fijn is dat gelukkig heel vaak verloskundigen bijvoorbeeld wel een zwangere met elke verloskundige in de praktijk kennis laten maken. Of als je jeugdverpleegkundige bent, is het ook fijn als je vaak spreekuur hebt op hetzelfde consultatiebureau. Zodat op een gegeven moment toch mensen wel jou zien. Ook wat herkenning. Ja. Ja, precies. Dus dat vind ik een belangrijk verschil. Dus aan de ene kant zie ik vooral wel een positieve ontwikkeling. Maar we moeten ook opletten dat we het goede van de persoonlijke zorg wel behouden. Ja, de vraag is dan, kun je dat persoonlijke in een protocol proppen? Of is dat juist nee, een manier van werken? Dat is een manier van werken die je overigens wel degelijk kan leren. Het is heel interessant dat bijvoorbeeld iets van je kunt heel goed leren om empathisch te werken. Dat lijkt dan een kunstje, maar het gaat er dan echt om dat je bijvoorbeeld goed weet wat voor opmerkingen zo worden gevonden. En dat je ook vooral leert hoe je daar jezelf in kunt blijven. Ja. Ja, precies. Nou, ik zie wat vragen binnenkomen. Ja, eentje gaat over tips en trucs. Dat hebben we al even kort aangeraakt, hè, die korte tijd. Maar hoe kan je in een kort consult toch echt die ander horen en erachter komen wat deze persoon nodig heeft? Ja, gewoon door met een open vraag te beginnen, hè, na die kennismaking, kan je echt de vraag stellen van nou, wat hoopte jij vandaag toen je hier naartoe kwam? Is een goede vraag om erachter te komen wat iemand zelf zijn eigen verwachtingen zijn van het consult. Wat vind je belangrijk? En we weten dat uiteindelijk
zo'n persoonsgericht of sensitief benadering ook tijd spaart. Omdat mensen die dingen die ze echt belangrijk vinden kunnen bespreken en vragen kunnen stellen. En dan hebben ze dus minder de volgende keer dat het niet gelukt is wat je had verteld. En dus dat je daar weer opnieuw aandacht aan moet besteden. Dus het blijkt dat ook zo'n empathisch persoonsgericht consult, dat is geloof ik als vergeleken met een zeg maar traditioneel consult, maar heel weinig langer. En je hoort ook wel eens over dat je gewoon echt letterlijk meer tijd neemt of een dubbel consult. Nou, dat is natuurlijk wel heel fijn als je dat kunt. En in de meeste beroepsgroepen is het wel mogelijk dat je zegt inderdaad je neemt een dubbel consult. Vooral om iemand te leren kennen. Dus ik denk dat in elke start van een hulpverleningstraject je moet investeren in het begin in een hele uitgebreid gesprek. Dus bijvoorbeeld als ik nieuwe patiënten zie, ga ik altijd, dan zeg ik altijd van nou, ik snap dat je een vraag hebt waarvoor je nu bij mij komt. Daar gaan we het daar zeker over hebben. Maar ik wil eerst je een beetje leren kennen en daarom ga ik je wat vragen stellen. Vertel maar als je wil en als je er niet over wilt praten, ook prima. En dan ga ik dus heel veel vragen over zijn levensgeschiedenis, zijn levensverhaal. En dat kost, zeg maar, zo'n levensverhaal kost meestal niet meer dan 10 minuten. En dan heb je al een heleboel kennis die je gebruikt in het consult. Dus dan toch, zelfs als ik alle tijd ervoor neem, ben ik altijd in 20 minuten klaar. En dat is dan echt ook een investering in de verdere relatie, in de verdere toekomst. Ja, mooi. Hey, en hoe werk jij sensitief bij iemand die de Nederlandse taal niet machtig is? Ja, dat is inderdaad op een bepaalde manier een uitdaging. Maar aan de andere kant merk ik juist dat ik heb heel veel consulten met mensen die inderdaad geen Nederlands spreken. Zeker bij die daklozen zijn heel veel mensen met een migratieachtergrond. Maar je kan juist heel goed laten voelen dat je met iemand meeleeft. En natuurlijk moet je, als je informatie nodig hebt, een tolk inschakelen. Maar ook dan is het, zelfs als je met een telefonische tolk werkt, vaak heel, ik heb bijvoorbeeld een Chinese patiënte die geen woord Nederlands spreekt. En dan hebben wij toch echt een leuke band. Bijvoorbeeld omdat soms dan horen wij samen dat die tolk het niet helemaal goed begrijpt of zo. Dus dan kijken we zo elkaar, oh ja, dat wisten wij al. Of, dus juist je non-verbale communicatie, waarbij eerlijk gezegd ook bij sommige patiënten het fijn is als je ze even kan aanraken. In de zin van een hand op de schouder leggen. Maar ook bij patiënten die bijvoorbeeld niet een hand willen geven, wat wel eens voorkomt, heb ik gemerkt dat helemaal niet een goed contact en een empathisch, sensitief contact in de weg staat. Want je kan ook echt op een hele vriendelijke manier zo doen. En je kunt eigenlijk op heel veel manieren contact hebben. En je noemde tolken even heel kort. Hoe kijk jij naar die hele discussie daarover? Van, vind je dat die voldoende voorradig zijn? Nee. Nou, laat ik zo zeggen, er zijn wel voldoende, zeker telefonisch, maar ook op afspraak tolken beschikbaar. Hè, via met name TVCN. Maar wat natuurlijk een schande van de eerste orde is, is dat die niet vergoed worden. Zodat de hulpverlener die zelf moet betalen. Nou, dat is natuurlijk voor het armzalige tarief wat een verloskundige bijvoorbeeld krijgt niet te doen. Ja. Dus dat is echt iets waar hopelijk binnenkort, ik weet nu dat het Zorginstituut bezig is met een soort kwaliteitsstandaard tolken gebruiken. En we hopen dat daar ook een betaaltitel uit voort zal komen. Want dat is echt nodig. Ja, mooi. Hey, en iemand komt nog even terug op dat idee van je bent geen reddende engel. Ja. Ik heb dat ook al even gevraagd, van hoe ga je daarmee om? Maar dit gaat echt over hoe ga je om met ernstige gebeurtenissen als overlijden of echt agressie naar jou persoonlijk toe. Ja. Hoe verwerk je dat als professional en hoe zorg jij nou dat jij dat 's avonds niet in bed nog meeneemt, zeg maar? Ja, ik denk vooral door je emoties daarover wel toe te laten. Ik herinner me toen ik zelf notabene zwanger was, dat een, het is een heel vreselijk verhaal, een babytje dat bij dezelfde oppas was als mijn kinderen, in mijn Rijswijk overleden is. Wat heel verschrikkelijk was natuurlijk. Heftig, toen ben ik naar het ziekenhuis gegaan, ik moest het de moeder vertellen, ik moest het de vader vertellen. Ja, dus toen ik in het ziekenhuis kwam, barstte ik in huilen uit, waardoor de dokter dacht dat ik de moeder was. En die was eigenlijk een beetje geschokt toen hij merkte dat ik de huisarts was en dat ik toch daar zomaar aan het huilen was. Maar ik denk dus, je mag best emoties tonen, dat begrijpt iedereen. Ja. En als het niet begrijpt, is het jammer. Mensen met wie je kan praten. Soms is dat natuurlijk fijn, je eigen familie, maar het is ook heel fijn als je collega's hebt. Ik heb altijd het geluk gehad om met geweldige collega's samen te werken, die ik dag en nacht kon bellen als je zoiets had meegemaakt, om erover te praten. En vaak wat ook wel helpt, is om juist met degene met wie het aangegaan is, nog wel daarna contact te hebben. Hm. Ook als iemand, inderdaad, ik heb ook inderdaad hele agressieve patiënten meegemaakt.
die we toen, wat heel vervelend is en eng, maar waar uiteindelijk ook wel weer een gesprek mee mogelijk was. En wat, ja, niet dat je dan, juist ook heb ik gewoon aangifte gedaan in een specifiek geval. Wat hielp om de relatie duidelijker te maken. Ja. Dus bij haar was dat een goed iets bijvoorbeeld. Ja, dus enerzijds zeg je, laat dat wel toe. Dus dat je toen hebt staan janken in dat ziekenhuis. Dat heeft misschien wel geholpen met dat niet langer meenemen. Ja. Maar ook wel, dat laatste voorbeeld van wees heel duidelijk. Maar ga ook zo'n nagesprek bijvoorbeeld nog aan. Ga een nagesprek aan, maar wees altijd gesteund. En ja, ook daarbij dan natuurlijk, probeer jezelf het niet al te kwalijk te nemen. Je kunt natuurlijk ook, ik heb ook wel eens een fout gemaakt die akelig was. Onderkent dat je nou eenmaal niet heilig bent en dat er dingen misgaan. Ja. Heb je het idee dat bij het meemaken van nare gebeurtenissen, dat daar nu wel meer ruimte voor is dan wat er vroeger was? Ja, dat is echt enorm verschil. Als ik dat vergelijk, dat was een van de dingen die ik in dat ziekenhuis zo vreselijk vond. Dan had je dienst op de eerste hulp en dan kwam daar iemand met een ernstig ongeluk binnen. Nou, de manier waarop er dan met elkaar over gesproken werd, was echt helemaal tergend. In een manier natuurlijk om het af te reageren, maar toen was er nog echt geen steun voor om daar openlijk over te hebben. Dat is nu echt veel beter. Ik denk dat daar ook professionals veel beter in getraind worden. Ja, mooi. Hey, en iemand vraagt nog, hoe besteed ik mijn tijd nou zo effectief mogelijk, terwijl ik toch sensitief ben en die hulpvragen ook nog duidelijk krijg? Ik zou niet zeggen dat het inderdaad allemaal super makkelijk is, hè, want anders krijg je misschien de indruk van, maar superwoman. Mijn ervaring is, en wij hebben als huisarts altijd de standaard consulten, 10 minuten, echt dat investeren in het begin iets extra tijd en even zo'n ontspannende opmerking en daarna kan je wel je dingen vragen. En er zijn natuurlijk iets praktisch, maar dat geldt denk ik voor verloskundigen bijvoorbeeld ook en ook denk ik op een consultatiebureau. Je kunt heel vaak tijdens het lichamelijk onderzoek vragen stellen. Dat leren wij heel erg in de opleiding dat niet moet, dat het allemaal aparte periodes zijn. Maar juist bijvoorbeeld bij mensen die niet zo makkelijk in woorden zich uitdrukken, is het veel makkelijker om je vragen te stellen als je aan die buik zit, dan wanneer het een rijtje los is. Dus je kan ook tijd besparen. En wat we ook veel te veel doen en veel minder kan, is uitleg geven over dingen waar mensen helemaal niet in geïnteresseerd zijn. Hè? In mijn geval, als iemand suikerziekte heeft, is iemand echt helemaal niet geïnteresseerd, de meeste mensen. Of dat komt door de eilandjes van Langehans en hoe de insuline ziektes werkt. Ja, en de spiegels en hoe die, precies. Als dat toch niet dus blijft plakken, aansluiten dan is dat bij wat iemand nodig heeft aan informatie. Dus eerst vragen van God, wat wil je hierover weten? Dat spaart ook vaak heel veel tijd. Ja, mooi. Hey, ik denk laatste vraag. Dit gaat dan weer meer richting jouw andere pet als hoogleraar. Mm-hmm. Wat is het belangrijkste wetenschappelijke onderzoek met betrekking tot stress, cultuursensitief werken tijdens die eerste 1000 dagen dat nou nog gestart zou moeten worden? Nou, dan zou ik Ik het goed kan lezen. Ja, leuk vraag. ik zou dan heel belangrijk vinden om te gaan kijken wat we eraan kunnen doen en of wat wij denken dat helpt, namelijk zo'n sensitieve benadering, waarbij het niet alleen belangrijk is dus dat je als hulpverlener zelf op deze manier sensitief werkt, maar ook dat je dus een netwerk hebt, een ketenbenadering waarin je je partners kent en dat je ook weet wie je bij de gemeente kan hebben als iemand schulden heeft en zo. Dus die integrale sensitieve benadering, dat we nou eens gaan kijken wat dat oplevert. En dat is natuurlijk iets, een onderzoek, daar moet je veel tijd voor uittrekken. Ja. Want dat is niet iets waar je meteen het effect van ziet. Maar er zijn onderzoeken die tientallen jaren lang kindertjes gevolgd hebben, waardoor we weten hoe verschrikkelijk slecht die effecten zijn van chronische stress en verwaarlozing. Dat weten we nou wel, daar hoeven we niet meer verder te onderzoeken. Maar wat nou helpt en of deze benadering die wij voorstaan, wat die nou oplevert voor de kinderen die het betreft, de ouders, maar ook voor de hulpverleners, dat zou ik heel graag in een groot onderzoek eens gaan uitpluizen. Ja, mooi. Ik denk dat ik krijg nog één vraag, dus die mag ik dan nog stellen. In hoeverre werkt Maria samen met collega's op dit thema? En hoe zorg je dat je juist die sensitieve kant van het werk doorgeeft aan collega's in het netwerk? Ja.
Dat is wel een mooi idee, hè? Ja. Dus we hebben hier heel straks leuk. Allemaal ambassadeurs van dit thema. Ja, en hoe verspreid je dat vuurtje? Ja, als ik naar mezelf kijk, denk ik dat ik altijd gezegend ben met in een praktijk te werken met collega's die ook zo dachten. Maar ik deel het heel veel op bij dit soort praatjes. Ik geef veel onderwijs aan medisch studenten, maar ook aan huisartsenopleiding, andere professionals in de eerste lijn. Dus draag het uit. Je laat het zien natuurlijk in je manier van doen. Dat is bijvoorbeeld fantastisch als je stagiaires of co-assistenten hebt. Dat merk ik altijd, dat werkt heel goed. Die zien dan hoe je dat doet. En vertellen over op nascholingen, op collega's, bij bijeenkomsten zoals dit. En ik denk echt, vooral als we de boodschap weten over te brengen van het kan. Je doet het niet verkeerd als je afwijkt van het protocol. Maar juist als je jezelf bent en het is ook nog fijn voor jezelf en het is fijn voor de patiënt. Dan denk ik, zullen steeds meer collega's zo durven te gaan werken. Want ik ben ervan overtuigd dat uiteindelijk eigenlijk iedereen heel graag dit wil. Want je bent het wel beroep gaan doen omdat je mensen wil helpen en nabijheid zoekt. Ja. En dan is het eigenlijk alleen maar jammer als je met afvinklijstje eindigt. Mooi. Nou, dankjewel voor je verhaal en je antwoorden.